internationale Nederlander kun je, vind ik, gewoon eigenlijk lekker jezelf zijn. Er is een hele open sfeer op de afdeling. Je hoeft niet per se stug in een driedelig maatpak, maar je kan gewoon je eigen t-shirt aan. En het is gewoon heel gezellig met de collega's eigenlijk onderling. Hele goede werksfeer. Het voorbeeld is dat iedereen ook eigenlijk bijnamen heeft gekregen. Dus we hebben een collega die bijvoorbeeld Shakira wordt genoemd. Dat is echt heel grappig. Als je dan ook naar degene kijkt, dan denk je, oké, dat lijkt er eigenlijk totaal niet op. Maar ik begrijp het aan de andere kant. En weer een andere persoon, die wordt dan Daffy Duck bijvoorbeeld genoemd. Niks is zo veranderlijk als verzekeringen. En je weet ook nooit van tevoren wat voor klant je aan de telefoon krijgt. Dus er zitten altijd wel weer situaties bij waarvan je denkt van, oh, die heb ik nog niet bij de hand gehad. Na 11 jaar verveelt het me nog steeds niet. Als jij bijvoorbeeld op woensdagochtend heel erg graag wil gaan sporten, dan kun je een klein stukje van je rooster blokkeren, zodat jij dus op woensdagochtend in ieder geval niet wordt ingediend. En dan kun je gewoon lekker gaan sporten. Ik ben er trots op om bij Nationale Nederland te werken, omdat het gewoon een hele leuke organisatie is. Bij ons op de afdeling echt een superleuke sfeer. Altijd tijd voor een babbeltje maken, ook al is het soms druk. Of het nou de woonverzekering is of een reisverzekering, we bieden ze allemaal. En dat maakt voor mij echt super interessant, waardoor ik ook elke dag voor 100% daarachter sta. En steeds verder ontwikkel ook vooral. Wat ze toch wel doen om even die druk weg te halen, is dat ze 's middags rond een uurtje of 3, 4 echt met grote schalen bitterballen komen en een frisje. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik vind gewoon, het werk is heel leuk, je hebt hele leuke collega's.